Kijk eens! Een mooie puzzel die we weer afgewerkt hebben met allemaal figuurtjes op. Disney on Ice! Wauw! Ja. In één dag tijd hebben we hem afgemaakt. In één? Ja. En gisteren en vandaag? En vandaag, ja. Ja. Twee dagen. Maar wel vandaag, heel ja. goed, hè? Vandaag was het al niet meer heel veel. Het was wel veel makkelijker dan de vorige puzzel die we gedaan hebben. Ook ja. evenveel stukjes, maar gewoon meer herkenbare stukken, waardoor het veel sneller gaat. Hè. Bij die andere was het vooral kaders en rare vormpjes die allemaal op elkaar leken. Dus dat was veel sneller gepuzzeld. Het was veel trager gepuzzeld dan dit. Dit was juist niet, weet je. Die herken je, dus die leg je samen en dan Dumbo. En eerst de kader kunnen doen. Ja. Dus ja, het is veel sneller gegaan. Heel goed gelukt eigenlijk, hè? Wauw. Ik ben er wel heel tevreden van. Ik ook. Het is een mooie puzzel. Ja. Toppie. Goedemorgen trouwens. We zijn dus opgestaan. We hadden niet meer heel erg veel nog eigenlijk te doen aan onze puzzel. Maar toch, de laatste stukjes, de laatste stenen, die zijn dan toch vandaag gelegd. En we hebben hem dan toch kunnen afmaken. Daar ben ik wel eigenlijk heel erg blij mee. En nu heb ik weer zin al om mijn volgende puzzel te doen. Die ligt hier al klaar. Deze hier. Kijk. Waarvan hebben we die nu weer? We hebben die besteld online. Ja, kijk, dat is een panoramapuzzel met opnieuw 1000 stukjes van Sneeuwwitje en de dwergen. Dus het gaat een lange puzzel zijn vooral, ja. hè? Ja, en zo. Heel erg veel dezelfde kleurtjes, hè. Dus zoals je ziet, iedereen heeft zo een kopkussen, een hoofdkussen. Heel erg veel bruin, alle bedjes zijn ook bruin. Dus de vloer is bruin, de muren zijn bruin. Heb je er al zin in? Ik heb er al zin in, ja. Echt wel. Ja, ik zou zeggen, we beginnen vanavond, maar net s'avonds zie je de kleur niet zo goed. Ik zie het helemaal niet meer. En het is vandaag zo mooi weer. Ja. Eigenlijk is het momenteel een beetje wat bewolkt geworden, dat was ik net aan het zien. Maar we gaan toch nog straks eventjes nog wel wat buiten. Zeker weten. Dat is wel tof. Ik pas ook nog een van mijn nieuwe naked jurkjes aan. Oh, mooi. Mooi, hè? Ja. We hebben weer iets verkocht op onze geocaching shop. Ja. Ketje is er. Ja. Even dat gaan wegbrengen voor de eerste keer in zo'n automatische box. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Cube. Ja, je laat het niet achter in een postkantoor, maar in een machine. Zult even gaan kijken. Hier zijn we dan bij het futuristische postkantoor. Starten. Goed. Het zal sowieso alweer misgaan. De barcode scannen. 15 centimeter ervan houden. Dat is nog niet 15 centimeter hoor. Beetje verder nog. Dat gelijk. Oei, welke lokker zal het passen? In zo eentje, hè? Nu? Ja. Of nee, nou, pak nog gewoon een eentje groter. Twee. Voor de zekerheid. 2. Kolomnummer. 22. Lokkernummer. 2. 02. Oh, oei. Het is 03. Roep het een ander. En dan nu? Toen. Ik ben klaar. Ah, hier is nog dicht, hè. Sluit de lokker. Is het klaar? Ja. Denk het wel, hè? Denk het wel. Oké. Okay. Staat geregistreerd? Ja. Oké. Okay. Kijk, spannend. Zo raar. En geen label of niks, hè? Nee. Geen bevestiging. Zo eng. Ja. Laat nu ook maar gewoon achter, hè, deze machine. Ja. Ja. Ik hoop dat het terecht komt. Ik hoop het ook. Het was maar een hele korte wandeling. We zijn echt enkel maar naar de Cube of QB-automaat gelopen. Om eventjes dus het pakketje weg te brengen. En toen kregen we een e-mail dat Jeno was geselecteerd om mee te doen in de finale van Super Mario Kart op de Nintendo Switch. Hij heeft daar gisteren voor aan het gamen geweest. En dat ging wel best, eigenlijk goed. En nu heeft hij net een uitnodiging ontvangen. Voor de finale, dus nu moet hij de finale spelen nog met hoeveel spelers zijn er? Normaal zijn dat 32 mensen. Mensen nu toch maar, dat is op 64 of zo. Ja, ik denk dat dat echt wel de limiet is. Ah ja. 64, maar normaal dus 32. 64 of 32. Misschien dat ze dan nog twee groepen doen, 32 groep 1, 32 groep andere. Ja. Kijk, maar ja, kijk, ik duim alvast voor Jeno. Doe jij ook eventjes de duimpjes omhoog, dat Jeno toch ver mag eindigen in zijn game. En terwijl... dat win. Ja, of stel je voor dat je wint, ja. Maar heb je nu daarnet eigenlijk de bakjes geswitcht? Ja, ik heb de bakjes geswitcht. Die haper. Ja, maar die zijn nu aan het opladen. Ah ja, oké. Okay. En vanaf wanneer dat ze opgeladen zijn, dan kan ik dat. Ja. En ik ga er wel eventjes in de slaapkamer, eventjes op bed, een boekje lezen. Ik ga nu beginnen in Linda van Rijn, Zomerhuis.
Ik heb het boek gekocht helemaal in het begin, toen dat dus eigenlijk de lockdown aangekondigd was. Dacht ik van ja kijk, we gaan helemaal vast komen te zitten in ons huis. En toen dacht ik van het is wel fijn om toch wel dan wel nog een tof boek in huis te hebben. Dus heb ik dus dit boek dan toen aangekocht. En ja, nu eindelijk gaan lezen. Zo gemiddeld een 2 maanden later heb ik maar pas voor de eerste keer tijd om daarin te gaan beginnen. Is dat erg? Als je er echt over nadenkt, je zet gewoon zo wat je prioriteiten op iets anders gewoon. Ja, ik dacht in het begin dat was constant vervelend. Dat je nooit eigenlijk tijd hebben voor iets. Maar ik heb echt gewoon tijd te kort. Mijn dag 24 uur is gewoon veel te kort. Dus ja, we houden ons wel heel erg goed bezig. Ik ben nu eventjes lezen. Helaas, pindakaas. Jij is dus niet gewonnen in het toernooi. En we zijn weer al 1,5 uur tijd kwijt. Maar toch zijn we terug opnieuw naar buiten gegaan. Toch even nog wat gaan wandelen. Nog even een frisse neus halen. Ja. Toch wel even nodig ook, vind ik zelf. Ja, fris is het hier niet. We lopen hier langs een heel drukke baan. Ja. Maar dan eventjes de natuur. En ja. Je hebt hier zo'n park. Ja. Daar even een foto maken. Ja. Het is redelijk rustig en verlaten hier. Hè? Ja. Nog steeds staan de bankjes met dranghekken omsingeld. Ja. Het is mooi. Mooi parkje. Het is ook nieuw, hè? Nieuw aangelegd hier, hè? Hoort mijn flipflops in flip en floppen. Instant strandfeeling. Als ik dat hoor. Ik had daarnet ook nog altijd flipflops aan toen wij voor de eerste keer onze wandeling waren gestart. Maar je bent geswitcht. Ik ben geswitcht nu omdat ik dacht van ja. We gaan toch nog wel eventjes wandelen, ook nog mijn nieuwe schoenen inlopen. Ja. En ik dacht dat flipflops eigenlijk te koud zou zijn aan mijn voeten. Ja, hallo, het is 21 graden buiten. Ik heb ook nog wel een vestje bij, hè. Ah, ongelooflijk. Ik heb er al spijt van. Ik heb het hier gewoon maar aanhangen, ik gebruik het niet. Ik heb jou trouwens vandaag nog iets niet verteld, wat ik al van vanmorgen dacht. Ik moet het daar zeggen, maar iedere keer ben ik het vergeten om het u te zeggen. Ah, en wat moet je mij zeggen? Oh, het is een straf verhaal, hoor. Allee ja, een strafverhaal dat niet echt is, maar ik heb het gedroomd. Ah. Ik heb dus gisteren nacht een heel rare droom gehad. Ja, dat ja. Heb je echt gedroomd. Ik heb gedroomd dat we met volle valiezen, maar echt volle valiezen, al 2 volle valiezen, ergens op vakantie waren geweest. Ik weet niet meer precies waar, maar moesten met een trein en zo een auto ergens parkeren. En op de terugweg, met de volle auto, komen we een soort van hal tegen waar er vintage producten verkocht werden. Zo rommelmarktachtig zo. En ik zeg tegen Luc, kom jong, dat wil ik heel graag doen. En jij, nee, ik wil dat niet doen. Wij uiteindelijk toch gegaan, want ik had daar overtuigd. We gaan daar binnen. We vinden uiteindelijk niks. Het was echt garbage, trok op niks. Niks gevonden. We komen terug buiten, na een 1,5 uurtje of zo, ik weet niet meer, het was een droom, hè. En in een keer zie ik in de verte al dat mijn auto niet is afgesloten. Als mijn spiegels openstaan, dan is hem niet afgesloten, zijn de spiegels dichtgeklapt, dan heb ik hem dichtgedaan. Dus ik zie in de verte al de spiegels openstaan en in mijn droom, ik raakte niet meer vooruit. Die auto stond super ver, maar ik zag het al dat de spiegels open stonden. Mm. En ik zat de hele tijd te denken van, oh, ik hoop dat ze niet gepakt hebben. We doen die een koffer open. Awesome. Al die koffers weg. Ik zeg, fuck! En dan word ik wakker. Echt en wat leer je daaruit? Badend in zweet. En wat leer je daaruit? De meeste dromen zijn bedrog. Nee, ik bedoelde, als ik eigenlijk iets zeg, als ik eigenlijk nee zeg, dan is het meestal wel met een goede reden. Als hij nu gewoon aan mij had eigenlijk geluisterd in je droom, dan had hij dat niet voor gehad. Ja, het is toch gebeurd. Maar mannetjes, wat had ik toen? En echt waar, ik was er niet goed van, joh. Ik ben er nog even bij van wakker gelegen. Van, oh. Ja. En ik dacht zo, van dat moet ik tegen Jane vertellen. Maar toen lag je nog te slapen. En daarna zat je in bad en dan was ik beneden en dacht van, dan moet ik straks tegen Jane vertellen. Maar, ja, kijk. Ja. En nu kwam ik er terug op. Ja. Heb je dat ook al, dat je zo je dromen kan herinneren? Weinig. Dat is een trucje voor, hè. Als je 's morgens opstaat en het eerste wat je doet is denken, wat heb ik gedroomd? Ja. Dan weet je het nog. En dan valt die ook echt binnen en dan onthoud je hem meestal ook. Voor een bepaalde tijd. Ik doe dat niet, of ik kan dat niet. Ah, ja. Maar ik weet ook echt niet of ik dat echt ook allemaal wel wil weten, mijn dromen. Waarom niet? Dat is toch kei tof? Hey, dat is toch raar eigenlijk, hè? En het schijnt, droomt je wel 15 dromen op 1 nacht. Amai. Ja, maar ja, herinnert u meestal maar de laatste droom. Ja. Ja, maar dan moet je dus echt op trainen. Ja.
Als je wakker wordt, denk aan je droom. Oké. Het was een heel spannende droom. Ja, blijkbaar. Het zou effectief kunnen zijn ook, ja, hè? Dus dat was zo... Ja. Heel realistisch. Ja. Ja. Ik was wel blij dat het een droom was. Ja, we zijn ook nog even live gegaan. We hebben net de live eigenlijk op Instagram aan het afsluiten. Ik ging aftellen en dan gingen ze hartjes posten. Kijk maar. 5, 4, 3, 2, 1. Ik zie hartjes binnenkomen. Ook rechts komen er allemaal hartjes. Zie rechts hartjes. Amai, dat zijn veel hartjes. Leuk, hè? Ja, kei tof. Bedankt om aanwezig te zijn bij deze live. Ja. Je kan het binnenkort ook nog een keer terugkijken op YouTube, want we zijn het aan het vloggen. Ah ja, dat is op YouTube heet we trouwens gewoon Jolien en Jenno, daar vind je ons wel. En ja, we gaan... En heel graag tot de volgende keer. En dankjewel ook omdat jullie al onze live aan het kijken waren. Doei! Doei! Er laat veel mij iets op. Zie jij het? Boven. Ja, boven de grond. De elektriciteit hier nou boven de grond gaat. Dat zie je ze vaak niet meer, hè. Het is echt nog van die palen. Die dan de elektriciteit verbinden met huizen, met die kastjes. Zie je? Hoppa. Ja. Hier lopen we zelf onder eentje door. Wist je dat dat levensgevaarlijk is, die kabels over de grond? Of is ja, je niet? Vast wel. Het is zo. Water en elektriciteit is bijvoorbeeld niet echt een goede combinatie. Nee, helemaal niet. Maar wist je, als je heel erg lang zou zijn en je zou die kabel kunnen aanraken, dan krijg je meteen zoveel volt door je lijf dat je ervan sterft. Ja, maar is dat nu ook zo? Als je dat niet toch een of ander iets rond gedaan? Ik denk dat wel, hoor. Als mensen rondgaan, want anders zouden vogels ook sterven als we dat... Ah, nee, nee, dat net niet. Vogels sterven er niet van, want als zij op de kabel zitten, dan zijn ze niet geaard. Ah ja, wij hebben dat. En wij, als wij op de grond blijven staan, dan zijn wij geaard. En als we dan zouden kunnen aankomen... Ja, oké. Okay. Een malheurke. Ja. Ja. Dus nooit aan een elektriciteitskabel komen die boven de straat gaat. Er zit veel te veel stroom. Maar je raakt er ook niet zo maar aan, hè? Nee. Honey, we are home! Ik heb hier in onze veranda nu ook zo een nieuw dingetje met... Dacht dat je ging zeggen, een kikker. Ook een kikker, right. Maar ook zo een sleutelkastje. Niet dat we gebruiken het eigenlijk niet. Want ja, onze klanten zitten normaal gezien ook hier. Maar, ja, dat is er nu ook een beetje vreemd ingericht. Alles staat nog gewoon langs de kant. En hier staat een tafeltje, zodat we op afstand mensen kunnen ontvangen. Die binnen onze bubbel passen. Ja, en daar zit ook ook al zelf in zitten chillen. Ja. Het is ook zo grappig, want er staat zo standaard zo een handschelletje nu zo hier. Ja. Aan de kikker. Zo. Ja. En nu gaan wij naar boven. Ja. Wij gaan een beetje eten. Ja. En rustig slapen. En morgen komt op bezoek. Ja. Hier aan deze tafel. Ja. Of aan die andere. Een keer aan die andere. Ja. Tot morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.